Tot nu toe een beetje rommelig. Ik heb een hele goede periode achter de rug, zeker vanaf december. Helaas ben ik niet zelf geplaatst. Ik heb nog geen individuele limiet gezwommen. Dus ja, nog niet vlekkeloos, maar ja, de opbouw naar de zomer is nog in volle gang. Nou, voor mij was het allemaal 's ochtends heel goed, 's middags iets minder. Steeds net boven de limieten, dus dat is dan ook een beetje jammer. Maar goed geweest, sterk geweest en ja, ik heb wat stappen gemaakt. Ik vind het enig geweldig. Hele fijne spullen. Ik ben echt een Carbon Flex fan. Ik vind die mensen die in air zwemmen, vind ik helemaal niks. Nee, ik neem mijn sport wel serieus. Nee, grapjes. Ik vind het hele fijne spullen. Heel veel keuze, heel veel materiaal die gewoon heel fijn is. En ja, ik vind eigenlijk tot nu toe echt een topmerk. Nou, heel leuk, lekker weer. Goed eten en het algemeen echt een super stage. Ja, ik vind het geweldig. Ik kreeg heel vaak de vraag van, ja, wat heb je allemaal opgegeven voor het zwemmen? Nou, ik heb heel veel opgegeven, maar ik heb zoveel teruggekregen van het zwemmen. En dat komt ook onder andere doordat ik met het Nederlandse selectie train en mag afvaardigen naar allerlei bijzondere plekken. Dus ja, ik ben heel dankbaar aan het Nederlandse team dat ik zo ver ben gekomen en zoveel mooie plekken heb mogen zien. Nou, ik ben best wel emotioneel. Dat kreeg ik heel vaak te horen van mijn vriendin. Mijn emotie is echt mijn leiding. Dat ja, is iets wat niet veel mensen weten. Ik heb heel veel kleine verzamelingen. Ik vind het heel moeilijk om dingen weg te gooien. Dus ik spaar zeg maar energieblekjes, petten, schoenen, van alles en nog wat. Dus mijn huis staat helemaal vol met random spullen. Oh, één dag maar. Batman. Pizza. Channing Tatum. Oranje. Een haai.